Yo iedereen, ik ben Joppe van Joppe's Movies en vandaag weer een gloednieuwe video. Maar Joppe, moet jij niet studeren? Jawel, maar we doen het even gewoon. Maar, waar gaat deze video nu over? Ik ga proberen te bewijzen dat je ooit van mijn gemeente Balen hebt gehoord. Nu denken jullie van, huh? Balen? Dan denken jullie vast aan dit. Ja, dat dus. Nee, het is niet enkel maar een koe en een wei. Je hebt er ooit van gehoord en ik ga dat nu bewijzen. En oh ja, ik weet eigenlijk nog niet echt een plek waar ik moet gaan zitten voor deze video op te nemen. Of zou ik hier gewoon blijven staan? God, mon dieu. Ik ga gewoon aan tafel zitten of in een zetel. En als ik nu heel even mijn camera zo hier zet, dan is dat geen enkel probleem. Dus alles gefixt. En ja, ik heb een chipje. Of een babbelair. Of in ieder geval, wacht. Tada! Oh shit. Oeps. Ja, er vallen dus al snoepjes uit. Maar kennen jullie dit? Ik vind dit best wel een hele goede babbelairs, muntjes. Hoe dat je het ook wilt noemen. Nu, voordat we deze video gaan beginnen, ga je zeker al geen duimpje omhoog te doen. De 20 likes zou echt awesome zijn. Je hoort het vaak wel eens als je op tv gaat kijken van nou, dat is Balen of goh, Balen zeg. Meestal in de Nederlandse tv's. Nederlandse tv's, ja, Joppe. In de Nederlandse tv-films. Dus daarom hoor je wel eens Balen, denk ik van. Ja. Ja, dat is Balen, hè, jongen. Nu, we hebben ook de Keiheuvel. De Keiheuvel is gewoon zandbergen, een speeltuin. Misschien heb je er al wel eens van gehoord. Maar, bij de Keiheuvel heb je ook een camping. En bij de camping zijn best wel veel Nederlanders. Misschien ken je de camping. Nu, we hebben ook een motocross dat doorgaat bij de Keiheuvel. Ik kom er echt niet ver vanaf. Je hebt wel eens mijn video's denk ik wel gezien, die zandbergen. Toch? Je kijkt toch mijn video's. Maar oké, daar wordt dus zo'n Belgisch kampioenschap gehouden van motorrijden. Dus misschien kent je het daarvan. En we hebben zelfs een vliegveld. Oké, het is misschien gewoon gras. Maar zwart, het is een fucking vliegveld. En ik heb wel eens zweefvliegen. Was super awesome, dus misschien ken je het daarvan. Er is een film in de bioscoop genaamd Groenten uit Balen. Wow! Dus misschien heb je die film wel gezien of is van gehoord en denk je, hey, ja, Groenten uit Balen. Die film heb ik gezien. Dat is Balen. Ah. Nee jongen, fucking slechte joke. Maar misschien ken je het daarvan. Nu ken je misschien ook Tom Bonen. Tom Bonen is een coureur. Die bij Quickstep is, een best goeie. En hij is geboren in Balen. Hij is ook van Balen, nu woont hij in Mol. Maar hij is aan Balen. Kennen jullie de Balense Reus? De Balense Reus, holy shit, ik laat hier gewoon een foto zien, is gewoon een huge burger, man. Ziet dat? Ziet dat net, man? Dat is gewoon fucked up. En het heeft ook meegedaan bij Komen Eten, dus misschien kent je het daar ook van. Die burger zou ik eigenlijk ooit al eens willen eten. Nu, iedereen kent waarschijnlijk wel Piet Piraat, schip ahoy, hoi, hoi, dat is jou. Man, ik ken die tekst nog van buiten, dat is echt zat. In ieder geval, Piet Piraat woont ook in Balen. Een echte Balen, hè, godverdomme. Arrrr. Er zijn heel veel dierentuinen. Of een zoo, hoe dat je het wilt noemen. De Antwerpse zoo, Plankendaal. Wat hebben we nog zoal eigenlijk? Nog wat zoen, ja. In ieder geval, dus ook de Olmense Zoo. Dan denk je, ja, Olmense Zoo is wat. Je bent er misschien ook al eens geweest. Maar dat is dan niet de Balense Zoo? Jawel. Vroeger is Olmen bij Balen gegaan. Dus nu is het een... Je hebt gehuchtjes in je gemeente. En Olmen is van Balen. Nu zijn er kijkers die van Olmen zijn en die gaan mij haten, want er is een soort van strijd tussen Olmen en Balen van Balen is van Olmen, nee, Olmen is van Balen. Maar dat is dus een zoo van Balen, Olmse zoo. Dus misschien dat je daar van Balen van kent, I don't know. Maar mocht je een van deze dingen ooit eens gehoord hebben of gezien of is geweest zijn of gegeten, kijk, dan heb je ooit wel eens gehoord van Balen. Klopt hè? Mocht het zijn dat je niet van Balen hebt gehoord, ja, dan is dat echt wel Balen, ja. Dat is Balen. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe video. Het was misschien een beetje kort. Ik hoop dat het leuk was. Dat kwam mij op. Dat is al een maand dat ik deze video eigenlijk wou maken. Maar kom. Ik ga nu wel verder moeten studeren. Morgen mondeling samen. Shit. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Like, comment en subscribe op mijn YouTube kanaal. Fucking awesome. En de Q&A met mijn moeder. Dat is maar.
Die komt een week wel online, ze. Ja, Assassin's Goestingen. Nee, komt in orde. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie later weer terug. Bye!